Zo. Vandaag gaan we drie verschillende theorieën behandelen. We gaan het hebben over social exchange theory, een economische visie op relatie. We gaan het hebben over relational dialectics. Dat is een theorie die relaties beschrijft in termen van tegenstellingen die je ervaart. En we gaan het hebben over communication privacy management, hoe je omgaat met informatie in relaties. Nog even als mededeling, dus we zijn allemaal bezig natuurlijk met peer feedback, die volgens mij vanmiddag deadline, als ik me goed herinner. Maar het belangrijk is ook dat voor volgende week maandag voor 8:30 ochtends is de deadline van de tweede collegeopdracht over reclamewerking en retorica. Waar je eens een voorbeeld moet vinden van een goede en een slechte reclame, inclusief argumentatie. Dus zorg dat je op tijd bent, want ik heb de dag ook echt wel weer nodig om die opdracht te integreren en te bekijken. Zo. Dan beginnen we met social exchange theory. Ja, die moet je ook die opdrachten ook weer met z'n tweeën doen. Dus al die opdrachten voor colleges, dus die drie opdrachten voor colleges voor deze, voor volgende week en nog eentje voor cultivatietheorie, zijn die groepsopdrachtjes. Ja. Dus we beginnen met social exchange theory, economische visie op relaties. Ik had het vorige week al even gezegd, hè, dat tijdens social penetration, dat het ook gebaseerd was op een social exchange-achtige theorie. En die theorieën willen eigenlijk zeggen dat relaties gebaseerd zijn op een soort van economische waardering van die relatie. Dus een soort van economische visie op relaties. Dus je geeft wat in informatie en je krijgt er wat voor terug. En dat moet in balans zijn. En als dat in balans is, dan heb je een goede relatie. Dus wat doet die theorie? Ja, die zegt, ja, mensen zoeken in relaties inderdaad. Ja, die zoeken een soort van balans tussen de kosten en de baten die je hebt in een relatie. En dat bepaalt de waarde van de relatie. Nee, dus de baten van een relatie, de elementen met een positieve waarde. Dus wat haal je uit een relatie? Een beetje liefde en iemand die af en toe boodschappen voor je doet, af en toe voor je koopt, een beetje seks. Dat soort dingen zijn de rewards. De kosten zijn elementen met negatieve waarde, dus wat kost dat? Nou, je moet af en toe naar mijn vriendin luisteren, je moet andere dingen doen. Je kan niet met je vrienden onbeperkt bier drinken, als dat sowieso al zou kunnen doen. Dus dat zijn dingen die, dat zijn kosten. En aan de hand daarvan is er een soort van weegschaaltje, bepaal je, oké, wat is dan mijn relatie waard? En uiteindelijk geeft dat dus, ja, bepaalt dat dus de uitkomst uit de relatie. Ja, die kosten en baten zijn dus subjectief en die worden bepaald door, ja, door eigenlijk alles. Door al die, denk aan coordinated management of meaning theory. Dus al die lagen die erin zitten bepalen de kosten en baten. Dus de context, de cultuur, je relatiegeschiedenis, je eigen ervaringen enzovoort. Bepalen allemaal wat jij een kost en baat vindt in je relatie. Ja, nogmaals, economische visie. Dus mensen zijn volgens een economisch perspectief altijd gedreven om uitkomsten te maximaliseren. Hè. Mensen zijn op zoek naar winstmaximalisatie voor zo weinig mogelijk effort. En dat ze dat bij elkaar vormt een soort van het beste punt waarmee je een zo hoog mogelijke winst hebt en zo laag mogelijke effort. En dat is de hele basis van eigenlijk zo'n beetje alle economische theorieën. Dus ook van deze economische visie op relaties. Dus mensen proberen baten te zoeken en kosten te ontlopen. Het gaat er ook vanuit dat mensen rationeel zijn. Dus dat mensen de kosten en de baten afwegen. En dat verschilt natuurlijk van persoon tot persoon en door de tijd heen. Weet je, in het begin van een relatie heb je andere behoeftes. Dan liggen we echt nog heel erg op verliefdheid en elkaar leren kennen. Dan aan het eind van de relatie, waar je veel meer behoefte hebt aan stabiliteit. En dat is ook waarom social penetration een social exchange theory is. Die zegt heel duidelijk van, nou, mensen hebben bepaalde verwachtingen en bepaalde behoeftes in bepaalde fases van de relatie. En in het begin moet je dit
In het begin heb je het over dit soort onderwerpen, vertel je niet zo heel veel over jezelf, de ander verwacht het ook niet. En dat is dus wat je er, wat je op dat moment zoekt in een relatie. Later in een relatie ga je het veel meer hebben over veel meer intieme lagen van jezelf. Dan krijg je een bepaald idioom en dan kan je echt op elkaar reageren omdat je eigenlijk al weet wat de ander gaat zeggen. En dat zijn dan weer bepaalde baten die je uit een relatie haalt. Ja, kostenbaten. Relaties zijn dus ook onderling afhankelijk. Dus je moet met elkaar communiceren, impliciet of expliciet, over de kosten en baten. En dus natuurlijk ook dat wat voor jou een baat is, kan voor de ander een kost zijn. Nee, dus als ik denk, ik zit in deze relatie omdat mijn vriendin het huishouden doet, dat is voor haar waarschijnlijk een kost. En voor mij is dat een opbrengst. Het is eigenlijk een soort van prisoner's dilemma. Hè? Dus je moet met continu aan het onderhandelen, aan het kijken, oké, wat is het beste en wat is mijn opbrengst en voor de ander niet. Het is een continu proces waarin je aan het kijken bent of je een goede balans kunt vinden voor jezelf in de waarde van je relatie. Hoe doe je dat dan? Hoe bepaal je dan wat of je... Of zo'n relatie genoeg uitkomst voor jou. Nou, dat doe je door die kosten en baten af te wegen. Dat is dus de uitkomst, maar die ook te vergelijken met een bepaald alternatief. En je hebt twee manieren waarop je een relatie kunt evalueren. Je kunt een relatie vergelijken met comparison level en met een comparison level voor alternatives. We beginnen met de eerste. Een comparison level is een standaard die je voor jezelf vaststelt, dus een subjectieve standaard, met wat je verwacht van een relatie in termen van kosten en baten. Dus gewoon een bepaald idee van een bepaalde uitkomst, van dit wil ik bereiken. Dus dat is beïnvloed door vorige relaties, door wat je op tv ziet, door wat je in je omgeving ziet, enzovoort. Dus we hebben eigenlijk is het een soort van ideaal beeld van hoe een relatie zou moeten zijn. Weet je, dus je moet elke week moet een vriendje bloemen meenemen en naar me luisteren en wat dan ook. Dus gewoon wat je verwacht. En als je dus naar je eigen relatie kijkt en je weegt de kosten en de baten af, dan vergelijk je dat, dus dat is dan je uitkomst, dat vergelijk je met je comparison level, met je ideaal situatie. En als je hetgene wat je uit je relatie haalt hoger is dan die comparison level, dan ben je tevreden. Want dan haal je meer eruit wat je op voorhand had verwacht. Dus die comparison level is een maat van tevredenheid. Is dat wel duidelijk? Dan denk ik het wel. Kortom, je maakt een afweging van de kosten en de baten. Dan heb je een bepaald idee van wat komt eruit. En als dat hoger is dan het beeld wat je in je hoofd hebt, dan ben je tevreden. Het tweede is waar je mee kan vergelijken, is een comparison level voor alternatives. Dat is de standaard die een persoon wil accepteren, gezien de alternatieven. Alternatieven in termen van andere relaties alleen zijn. Dus je hebt een bepaald ideaalbeeld, dat is het comparison level. En je hebt een bepaald beeld van wat je ook zou kunnen hebben. Even, wat zouden mijn uitkomsten zijn als ik geen relatie zou hebben? Dan zou ik gewoon continu kunnen gamen bijvoorbeeld. Dat is mij ook wat waard. Of je hebt een bepaald beeld van hoe een relatie met een andere persoon zou kunnen zijn. En dat is een soort van maat voor stabiliteit. Dus als jij nagaat wat je nu uit een bepaalde relatie haalt en wat de uitkomst daarvan is. En je denkt dat je het ergens anders beter kan krijgen, ofwel alleen te zijn of bij iemand anders, dan is je relatie niet stabiel. Omdat je dan denkt van ja, ik kan tevredener zijn, het kan beter, dus ik kan net zo goed, ik kan misschien weggaan. Dus je relatie is dan niet stabiel. En die twee, die verklaren samen de staat en de uitkomst van een relatie. En die bepalen of je in een relatie blijft. Nou, waarom is het dan allemaal belangrijk? Want het is natuurlijk wel echt een hele economische visie op relaties. Dus is dat dan is dat wel een goede visie? Maar niet alleen maar.
Maar het geeft wel een goede verklaring voor waarom mensen bijvoorbeeld in een relatie blijven die voor iedereen niet goed is. Weet je, waarvan andere mensen zien, ja, het is een geen goede relatie. Bijvoorbeeld mensen die mishandeld worden in een relatie, geestelijk of lichamelijk, waarom moet je toch in blijven? Want als je al die mogelijkheden langs gaat, dan heb je... Nou ja, eigenlijk heb je dan, als je kijkt naar die eerste vier opties, die zorgen er dan voor, dan is je uitkomst, wat je uit de relatie haalt, altijd hoger dan die comparison level en comparison level for alternatives. Dus dan ben je tevreden en stabiel. Dus dan is er niets aan de hand. Een andere mogelijkheid is dat je uitkomst, dat die altijd lager is dan je comparison level for alternatives en je comparison level, dus je ideaalbeeld. Nou, dan is je relatie waarschijnlijk niet, ja, houdt waarschijnlijk niet lang stand, omdat je relatie dan en minder is dan wat je in je hoofd had van wat het zou moeten zijn, en minder is dan de alternatieven die je hebt. Dus dat is allemaal logisch, hè, die eerste vier. Die laatste twee, die zijn het meest interessant. Want dat is, dan wat gebeurt er nou als die alternatieven hoger zijn dan je uitkomst, maar je uitkomst wel hoger is dan je comparison level. Nou, dan ben je dus wel tevreden, want wat je nu uit een relatie had is wel beter dan wat je had verwacht. Maar je denkt dat je het nog beter ergens anders kan krijgen. Dan ben je dus op zich tevreden, maar dan is hij wel stabiel, omdat je denkt van, nou, het kan altijd nog beter. En de andere mogelijkheid is dus dat je comparison level veel hoger is dan wat je op dit moment uit een relatie haalt. Maar dat je denkt dat er voor jou geen alternatief is. Dus dat de alternatieven die je voor je ziet nog slechter zijn. Dus dan is je relatie wel stabiel, maar ben je ontevreden. En juist datgene, dat verklaart waarom mensen vaak in een relatie blijven hangen. Dat komt omdat mensen vaak niet zoveel zelfvertrouwen hebben en denken dat ze het ergens anders niet beter kunnen krijgen. Dus bijvoorbeeld, op basis van deze theorie is onderzoek gedaan naar waarom mensen dus blijven hangen in een gewelddadige relatie. En het is niet omdat ze denken dat het een goede relatie is, want al die mensen weten wel, ja, mijn comparison level is veel hoger. Dus mijn ideaalbeeld van een relatie is een relatie waarin ik niet mishandeld word. Dus natuurlijk ben ik ontevreden met mijn relatie. Maar ik denk dat het gewoon niet beter kan voor mij. Dus die alternatieven die mensen in hun hoofd hebben, die zijn eigenlijk nog slechter dan wat ze nu uit de relatie halen. Dus daarom blijven ze in een relatie zitten. De relatie is ontevreden, maar hij is stabiel. En hoe je dus ook... Dat is dus nu ook hoe geprobeerd wordt om mensen uit zo'n relatie te halen, is niet door te zeggen van, ja, maar kijk hoe het met je gaat. Dat kan veel beter. Dat weten ze zelf ook wel. Maar door mensen te empoweren, zoals dat heet. Door ze te zeggen van, ja, nee, je kan zelf beter. Er zijn voor jou echt alternatieven die beter zijn. En dat is dus een veel betere manier, omdat je dan inspeelt op die comparison level for alternatives, dan als je dan als je alleen inspeelt op dat ideaalbeeld. Dus die uitkomst is niet of je een relatie hebt of niet. Die uitkomst is de balans van kosten en baten. Dus die uitkomst is tot het ding. Ja, dus die worth, de uitkomst is wat hier staat, de worth. Dat is eigenlijk de baten min de kosten die je eruit haalt. Dus ja, het is een beetje, dat is echt een subjectief iets, maar je zou een cijfer kunnen hechten aan een aantal dingen die voor jou belangrijk zijn, die positief en negatief zijn. En dan komt uiteindelijk een bepaald idee uitrollen, weet je, mijn relatie is een 8 of zo. En wat is dan je ideaalbeeld van een relatie? Nou, het is een 7. Oké, nou, dan ben ik in ieder geval tevreden met mijn relatie. Maar ik weet dat het een 9 zou kunnen worden met iemand anders. Of het zou een 9 alleen kunnen worden, omdat ik dan onbeperkt kan gamen. Of wat dan ook. Dus dan is het instabiel. Dus dat is die uitkomst. Maar zoals je al ziet, zoals ik het nu uitleg, hè, het is vrij
vaag. Weet je, dus wat die uitkomst is, is een subjectieve maat die volgens de theorie iedereen zelf moet bepalen. Dus het is echt heel moeilijk op voorhand te bepalen wat iemands uitkomst is. Je zou het niet, ik weet niet wie van jullie in een relatie zitten, een romantische relatie, maar ja, probeer zelf maar eens te bepalen wat de kosten en wat de baten zijn. Ik vind dat niet makkelijk. Het is meer een gevoel. Maar laten we eens even kijken of we daar een beetje mee uit de voet kunnen. Want noem eens een beroemd koppel, een koppel van BN'ers. Zeg eens wat in de chat. De meesten die kennen uit elkaar, Meghan en Harry. Oh ja, Meghan en Harry is wel een goede. Beyoncé en Jay-Z, zijn die nog bij elkaar, Beyoncé en Jay-Z? Gigi Hadid en Zayn Malik. Echt waar, heeft Zayn met Gigi Hadid? Goed, heb je bastard. Dat is dus mijn comparison level voor alternatives. even zullen we dan even kijken hoor. Nou, zullen we gewoon de eerste nemen? Er was ook één vraag. Hè? De belangrijkste reden dat mensen toch in een relatie blijven, ook al waren ze ontevreden. Ja, omdat ze denken dat het niet beter kan. Dus dan is een comparison level voor alternatives is dan lager. Dus je bent ontevreden omdat je denkt dat het beter kan. Je ideaalbeeld is hoger. Maar het alternatief wat je zelf voor je ziet is slechter. Dus daarom blijf je in een relatie zitten. Zullen we dan toch Meghan en Harry maar even nemen? Zoveel over te doen. Dus zeg het maar, wat zouden kosten en baten zijn? Dan moeten we eigenlijk wel even een van de twee nemen. Laten we dan Meghan Markle nemen. Wat zijn voor haar kosten en baten om in de relatie te blijven? Zeg het maar. Ja, kijk hoor. Sorry hoor, was je hulp tekst in één keer. Kinderen, ja, dat zijn logisch, hè? Dat zijn baten die ze hebben. En ook kosten eigenlijk, hè? Want dat maakt het moeilijker om uit elkaar te gaan. De kosten is veel schoonheden, ja, inderdaad. Druk van de media, privéleven, kind of... media-aandacht zijn denk ik baten. Harry is überhaupt een baat misschien. Kosten is dus haar sociale imago door de Britse pers. Vaderfiguur voor het kind is denk ik een baat. Liefde en relatie kunnen baten zijn. Ja, inderdaad. Dus dan, maar je ziet al, weet je, hoe maak je dat rekensommetje in je hoofd? En ik weet niet... Ik weet niet wat jullie ervan hebben. Hebben jullie het idee dat dit wel kan... dat moet ik eigenlijk niet vragen als docent natuurlijk. Maar hebben jullie het idee dat dit wel zou kunnen kloppen? Als jullie kijken naar Meghan Markle en Harry. Of naar jullie eigen relaties. Is dit een soort van balans die je opmaakt? Of is dat, of werkt dat toch anders? Maar ik ben een hapje van mijn koekje nemen. Nou. Nou. Nou, ik denk dat dat goede punten zijn, hè? Nou. Dus ik denk, je hebt in je hoofd wel een bepaalde afweging. Hè? Dus ik denk dat je wel nadenkt als je in een relatie zit van oké, wat haal ik er nou uit? En wat kan ik nou wel en niet doen wat ik graag zou willen doen of juist niet? Dat je wel zo'n soort van afweging maakt. Maar het is denk ik in je hoofd
niet allemaal zo rationeel als deze theorie dat voordoet. Het is niet echt zo'n analyse in je hoofd van dit weegt zoveel, dan kom ik op dit uit. Dus het gaat wat minder bewust, wat minder rationeel. Ook omdat het inderdaad niet zo goed te bepalen is hoeveel elk punt weegt. En het is natuurlijk ook, dat gaat natuurlijk ook op en neer door de tijd. Dus het gaat inderdaad meer om, bewust. Dus het is, de reden dat ik deze theorie behandel, maar niet al te lang, is omdat het wel, dus omdat ik het een goede theorie vind om die, om in ieder geval in je hoofd te houden dat je verschillende manieren hebt om de relatie te zien. Nee, dus zowel dat je zowel een soort van ideaalbeeld hebt als alternatieven. En dat het dan afhangt van hoe jij je vergelijkt met die alternatieven en het ideaalbeeld. Hoe tevreden en hoe stabiel en tevreden zo'n relatie is. Maar ik denk dat die afweging inderdaad niet zo rationeel en niet zo bewust is als die theorie doet, als die theorie veronderstelt. En het is dus ook, het is lastig falsifieerbaar. Je kan natuurlijk van die theorie, je kan altijd zeggen van ja, maar die factoren die zijn gaan gewoon, je doet dat wel, maar het gaat onbewust. Dus je kan, het is eigenlijk heel moeilijk te onderzoeken of dit nou echt zo werkt of niet. Omdat je, hoe onderzoek je dat? Je kan mensen redenen laten opnoemen. Nou, dan is het dus, kan je zeggen van zie je, mensen hebben redenen. Maar hoe zou je dit, hoe kan je ooit falsifiëren, zoals het dan in wetenschappelijke termen heet, of mensen inderdaad echt zo'n afweging maken? Dus dan kan moeilijk in iemands hoofd kijken om die proces echt te zien. Dus kortom, het is wel een aardige manier om naar relaties te kijken. En dat is ook belangrijk, vooral in het licht van alle vorige theorieën die we hebben besproken, die ook eigenlijk vrij rationeel zijn. Weet je, assumed reduction gaat ervan uit dat we onzekerheid willen verminderen en bepaalde strategieën hebben. Social penetration gaat uit van bepaalde communicatiepatronen die we altijd in relaties hebben. Die hebben altijd zo'n soort van beeld dat relaties altijd bewust en langs bepaalde patronen verlopen. En die passen eigenlijk, ze zijn niet zo extreem als echt die social exchange, maar ze passen redelijk in dat kader. Ze zijn allemaal redelijk rationele ideeën over relaties. En dat is goed, omdat het ons denken helpt te structureren over relaties, maar het is inderdaad niet altijd zo rationeel en bewust. Dus ik denk dat dat het belangrijkste is om mee te nemen uit deze. Van deze theorie. Nou ja, om dat allemaal terug te komen op Meghan Markle en Prins Harry. Het is inderdaad wat je zei, dat Noor zei het geloof ik. Dat ja, ze kunnen ook gewoon van elkaar houden natuurlijk. Het is liefde en relatie. En ja, hoe kan je dat ooit in een nummer zijn of een kosten of baat? Dus er zit misschien altijd iets irrationeel en onbewust achter. Wat bedoel ik punt 2 van deze slide? Wat is punt 2? Is dat dit? Die optimale uitkomst? Oh ja, ja. Nee, het is ja, meer iets flauws van mezelf. Hè. Dat we, omdat het een economische visie hè, is op relaties, heb ik het dan in een soort van programmeertaal uitgelegd wat de theorie is. Dus worth is reward min costs. Als worth groter is dan 0, dan is de uitkomst goed. En anders is de uitkomst niet goed. En dan die laatste, die we net, uitkomst moet hoger zijn dan comparison level en comparison level alternatives. Dus eigenlijk een soort van code opgeschreven wat de theorie is. Maar dat hoef je niet, dat hoef je verder niet te onthouden. Het gaat echt om de slechte. Ja, kortom, dus deze theorie is vrij rationeel, is echt positief en empiristisch, met bepaalde kosten-baten-analyse die je kunt maken. En dat is gebaseerd op het interactiemodel van communicatie. Weet je, jij haalt iets uit de relatie, je hebt het over bepaalde dingen, de ander haalt iets uit de relatie. En zo kom je bij het tot zo'n analyse. Dus vrij rationeel. En het leuke is, en daarom behandel ik deze theorie ook hier, is dat die lijnrecht
tegenover die Relational Dialectics theorie staat. En ja, dat de eerste keer dat ik dit vak gaf en dat ik al die theorieën las, toen werd ik er een beetje moedeloos van die theorieën en van die visies op relatie. Nee, het was steeds van, ja, relaties volgen een bepaald patroon, en relaties bouwen zich op van een bepaald patroon, en dit zit in die fase, en dat zit in die fase, kosten-batenanalyses, enzovoort. En dan dacht ik bij mezelf, ja, als ik eens naar mijn relaties kijk, dan is het allemaal niet zo gestructureerd als die theorieën dat doen. Dat is echt een rollercoaster. Dus dat is dan de ene keer is dat hartstikke fijn en de andere keer weer helemaal niet. En de ene keer dan denk je van, nou, we blijven echt, we passen echt heel goed bij elkaar en de andere keer helemaal niet. En zo gaat het op en neer. Weet je, het is wel een beetje een stijgende lijn in, hoop je. Maar het is niet zo in fases zoals die theorieën zeggen. Zeg het maar, als ik het helemaal mis heb, kan het voor hetzelfde geld volledig aan mij liggen natuurlijk. Maar in ieder geval dacht ik van, ja, het is allemaal niet zo gestructureerd. Dus ik vond het heel fijn dat ik deze theorie tegenkwam. Relational Dialectics. En die zegt van, ja, het is, relaties zijn eigenlijk een continue staat van verandering. Maar die zijn eigenlijk, kun je een relatie het best definiëren in termen van tegenstellingen. En hoe mensen met tegenstellingen omgaan. En met bepaalde behoeftes die je hebt in een relatie, die altijd lijnrecht tegenover het andere behoeften staan die je in een relatie hebt. En ik weet niet, ik weet dat ik met maatschappijleer op de middelbare school heel lang geleden wel eens de dialectiek van Hegel heb gekregen. Rachel, dat komt even, ik zit net even lekker in mijn verhaal, dus ik beantwoord hem zo. Dat we de dialectiek van Hegel hebben gekregen en dat was een soort van politieke theorie of zo. Als iemand hem heeft gehad, moet je me even zeggen. Maar de dialectiek van Hegel was dat je een these hebt. Dus een soort van idee in het politiek veld, geloof ik. Dan heeft er een andere partij in het politieke spectrum heeft daar een andere mening over. Dat heet een antithese. En dan vorm je een synthese. En dan los je dat probleem zeg maar op tijdelijk. Maar elke keer dat je een probleem oplost, creëert het weer nieuwe problemen. Dus de term dialectiek heeft eigenlijk betrekking op dat je in een continue beweging bent van bepaalde tegenstellingen in de maatschappij. Die je moet proberen op te lossen. Maar elke keer dat je het probeert op te lossen, is er weer een nieuwe tegenstelling. En dat is dialectiek in meer sociologische term. Dat is dus waar het woord dialectiek vandaan komt in deze theorie. Dus eigenlijk een continu proberen op te lossen van tegenstellingen, die weer leiden tot nieuwe tegenstellingen, die bepaalde tegenstellingen weer kunnen versterken, waar je die weer op moet lossen, enzovoort. Dus relational dialectics is echt een reactie op lineaire theorieën, zoals social penetration, die echt keurig opbouwt, de search reduction, die zegt van, nou, je moet onzekerheid verminderen, dan worden relaties beter. Dus relaties zijn dus in continue staat van verandering. Weet je, met in een relatie kan je zowel open als gesloten zijn. Zo intiem en afstandelijk, zeker en onzeker. En die tegenstellingen blijven bestaan. Oké, midterm. Nee, er is geen midterm van dit vak. Nee, het is, je hebt een extended abstract, die methodeopdracht, collegeopdrachten en tentamen. En dat is het. Dus geen midterm. Dus dat betekent dat we over 3 weken 2 weken vrij hebben van het vak. Dus wat is dialectiek? Dialectiek is door middel van tegenstelling en waarheid zoeken. Dus dat wat ik net probeerde uit te leggen en een beetje krom zei. Gebaseerd op de dialectiek die filosoof Hegel heeft ontwikkeld.
En die zegt dus, tegenstellingen kunnen nooit, nooit voor altijd opgelost worden, maar moeten continu onderhandeld worden, al nagelang de situatie, door middel van communicatie. Dus bijvoorbeeld wat hier op deze slide staat, de bovenste tegenstelling is open en gesloten. Dus in elke relatie, of het nou een romantische relatie is, of een relatie met je ouders, of met collega's of vrienden, heb je altijd een soort van tegenstelling, dus open en gesloten. Dus aan de ene kant wil je dingen voor jezelf houden, maar aan de andere kant wil je ook dingen tegen je partner vertellen. En jij wil ook dat jouw partner tegen jou zoveel mogelijk vertelt. En je zit continu een beetje in de strijd van, oké, wat kan ik nou wel eerlijk zeggen, wat kan ik niet eerlijk zeggen. Het verschilt ook door de tijd heen. Weet je, je hebt bepaalde situaties of bepaalde tijden, of zelfs bepaalde tijdstippen in een relatie, dat je meer open bent, al een tijd dat je meer gesloten bent. En zo beweeg je in een soort van golf, zo'n beetje naar elkaar toe en van elkaar af. En dat is dus die tegenstelling die continu onderhandeld moet worden. En dat heb je in je eentje al, weet je, heb je in je eentje al bepaalde periodes dat je meer open bent, andere periodes dat je meer gesloten bent. En die ander heeft dat ook, dus dan moet je het continu over hebben en continu onderhandelen. Want het is niet zo dat je allebei tegelijkertijd denkt van, nou, nu even afstand, nu weer niet. Nee, dat hoeft niet altijd tegelijkertijd te gaan, maar het kan ook tegengesteld zijn, waardoor je echt een tegenstelling krijgt. En dat de ander vindt dat je afstandelijk bent. Dat jij weer vindt dat jij... Sorry, dat de ander vindt dat jij te afstandelijk bent. Maar dat jij weer vindt dat de ander te close is. Nou, enzovoort. En dat doen we dus door middel van communicatie. Dus door middel van communicatie kijken van... Oké, waar willen we zijn in die relatie? En hoe gaan we om met de verschillende belangen die we hebben? En de tegenstellingen die we ervaren in de relatie. En het belangrijke is dus, en hetgene wat ik dus ook zo fijn vond om te horen, is dat het dus niet opgelost kan worden. Nee, het blijft dus altijd gedurende relaties die je hebt, blijft dat zo. Nou, het is wel een verandering onderhevig natuurlijk, en tegenstellingen kunnen minder of meer van belang zijn, maar opgelost wordt het nooit. Dus dat is ook het idee van de dialectiek, dus elke keer dat je een synthese bereikt, geeft dat weer aanleiding tot een nieuwe discussie. De relaties zijn, dus die tegenstellingen zijn dus een fundamenteel onderdeel van relaties. En die zijn een fundamenteel onderdeel omdat relaties niet lineair zijn, relaties veranderlijk zijn. En je moet dat dus continu communiceren om daarmee om te gaan. Nou, wat zijn dan die elementen van relational dialectics? Nou, eigenlijk zijn deze vier elementen zijn de kern van die theorie. Dus het eerste element is... More tensions? Ja, inderdaad. Oh. Dankjewel, Lorenzo. Ik kan het niet eens gezien. Het zijn echt typisch van die dingen dat je denkt, als je de slides maakt, en dat je denkt van ja, tensions, dat moet ik er echt achteraan zetten. En dat zet ik er dan tussen haakjes achter, want dan weet ik nog waarom ik het daarover moet hebben. En vervolgens zit je in het college en heb je echt geen idee meer waarom ik dat erbij heb gezet. Ja, waarom zou ik dat gedaan hebben? Goed punt. Ik denk het wel, ja. Ik denk dat het inderdaad spanningen zijn. Ja, spanningen hoeven niet per se goed te zijn, hoor. Maar kunnen wel goed zijn. Dus ik denk dat die tegenstellingen gewoon... Dat zijn gewoon bepaalde tensions. Bepaalde spanning die je hebt in een relatie. Die je dus nooit... Die wel, weet je, net als een veer die minder en meer gespannen kan zijn. Maar die nooit... misschien helemaal ontspannen kan zijn. Dus dat is een soort van metafoor voor die tegenstelling. Dus dat is gewoon, ja, dank jullie wel dat jullie een stukje slimmer zijn dan ik ben. Dus dat klopt inderdaad.
Maar nog steeds heeft Lorenzo wel gelijk dat er meerwaarden in die zin misschien niet helemaal duidelijk zijn. Of is. Nou ja, sorry daarvoor, maar laat ook even goed zien hoe je colleges maakt. En ik ben altijd een beetje. Ik denk altijd als ik colleges voorbereid, denk ik van ja, maar dat weet ik wel, dat kan ik wel. Dus ik kijk nu ook op mijn andere scherm tegen een heel leeg veld aan waarin staat no notes. Dus er staan bij mij, zoals je misschien al gezien hebt bij de meeste slides, ook geen aantekeningen bij. Omdat ik denk van ja, dat verzin ik wel een verhaal mee. En meestal komt dat goed, maar niet altijd. Dus laat het me vooral weten als ik weer iets niet goed uitleg. Dan kan ik mezelf. Kan ik mezelf corrigeren. Waar was ik? Oh ja. Oké, thanks is duidelijk. Dan hebben we die vier elementen die eigenlijk allemaal die bij elkaar de theorie weergeven. Dus de vier componenten van de theorie. Dus de eerste is contradictions. Dus dat zijn dus echt die tegenstellingen. Dus relaties worden gekenmerkt door tegenstellingen. Die je moet, waarover je moet onderhandelen, is dat het juiste woord? Ja, ik denk het wel, waarover je moet onderhandelen. Want oplossen kun je niet. Dus je moet leren omgaan met die tegenstellingen door middel van communicatie. Dus een soort van onderhandelen. En dat heet contradiction, dat zijn die tegenstellingen. En nogmaals, dat zijn dus tegenstellingen die je echt in jezelf ervaart. Van wat wil ik met een relatie op een bepaald moment? Wil ik open zijn, gesloten en dat verandert? En het zijn ook de tegenstellingen tussen de beide partners in een relatie. Dus de ene kan meer gesloten willen, de andere meer open enzovoorts. Dat is één. De tweede is totality. En totality slaat op het idee dat een relatie onderling afhankelijk is. Dus dat is inderdaad het tweede element van die tegenstellingen. Dus die tegenstellingen die partners hebben in een relatie kunnen niet los van elkaar worden gezien. En partners zijn onderling afhankelijk. Dus totality is eigenlijk een beetje dat shared field of experience wat je hebt. Dus die twee mensen die in een veld zitten en met elkaar moeten communiceren. Dat is totality. Dan heb je motion, dat is het idee dat een relatie altijd in beweging is. Dus een relatie is een proces zonder duidelijk doel. Denk aan die helix van communicatie. Elke communicatie bouwt voort. En je kunt communicatie en dus ook eigenlijk relaties niet zien als iets met een begin en een eindpunt. Maar het is, ja, het is, het, het, het is een, het is, een relatie is meer een proces dan een doel. Dus dat is motion, dus relaties zijn altijd in beweging. En dan praxis. En praxis is, ja, denk aan het, niet aan de bouwmarkt, maar denk dan aan het woord praktisch. Daar komt praxis ook, daar komt het woord praktisch ook vandaan. Voor mij is praxis ook het Griekse woord voor keuze. Maar dat weet ik niet zeker meer. Dus dat zijn de keuzes die relatiepartners maken in middel van de tegenstellingen. Dus die tegenstellingen, daar moet je mee om leren gaan. En je moet bepaalde keuzes maken over hoe belangrijk vind ik die tegenstellingen. Moeten we over die tegenstellingen communiceren of niet? Kunnen we ze misschien gewoon negeren? Dus je moet keuzes maken over die tegenstellingen. Ja, goed punt. Tegenstellingen kunnen niet los van elkaar worden gezien. Dat staat er een beetje krom inderdaad. Dus dat betekent hoe één persoon in een relatie een bepaalde tegenstelling zit, bijvoorbeeld tussen open en gesloten, kun je niet loszien van hoe een andere persoon die tegenstelling ziet. Want het speelt vooral bij open en gesloten. En sommige mensen hebben meer behoefte aan communicatie dan anderen. Op een bepaalde tijdstip wil je gewoon even wat afstand nemen. Maar je moet dan rekening houden met wat die ander, hoe de ander daar ook dan in staat. Dus het betekent dus dat je moet kijken hoe beide partners met die tegenstellingen omgaan. En dat die dus ook elkaar beïnvloeden. Dus dat bedoel ik daarmee.
Nou, wat voor brede dialectiek heb je? En deze, kijk, je merkt het al aan hoe ik het erover vertel. Hè? Deze theorie is dus aan de ene kant, heeft hij een groot, tenminste voor mij, waarheidsgehalte. Hè? Dus hij klinkt intuïtief heel logisch van hoe een relatie in de praktijk werkt. Aan de andere kant is hij een beetje vaag. Want ja, hoe onderzoek je dat nou? Hoe onderzoek je zo'n dialectiek? Hoe onderzoek je zo'n tegenstelling? Hoe mensen daarmee omgaan? Daar heb ik straks nog een voorbeeld van. Maar een andere handige of een wat concretere manier om dat te onderzoeken, is door te kijken naar bepaalde tegenstellingen die al uit eerder onderzoek zijn gekomen. Dus bepaalde standaard tegenstellingen die mensen in hun relatie ervaren. En eigenlijk komt uit eerder onderzoek dat er drie grote interne dialectics, intern in de relatie dus, hè, drie grote dialectics zijn in relaties. Dus dat zijn eigenlijk die basis tegenstellingen. En de eerste is autonomy versus connection. En die heet dus ook wel separation of openness versus closeness of independence versus dependence. En het is een hele brede tegenstelling tussen dat je soms wil je dicht bij elkaar zijn en soms wil je wat meer afstand nemen. Dus autonomy versus connection. En als je kijkt naar bijvoorbeeld de relatie met je ouders alleen al, dan zie je dat je ook een beetje normaal, als je terugdenkt aan je puberteit en hoe je er nu in staat, zie je ook dat eigenlijk je een soort van golfbeweging hebt tussen autonomy en connection. Dus je wil autonoom zijn, maar je wil ook verbonden blijven aan je ouders, maar je wilt ook zelfstandig weer zijn. En dat gaat steeds een beetje op en neer. Dus dat blijft een soort van tegenstelling waar je mee om moet gaan en waar je ouders ook mee om moeten gaan. Dus dat is de eerste. Nou, de tweede is openness versus protection of privacy. En dat is hoeveel deel je met elkaar en hoeveel hou je voor jezelf. Dus dat gaat echt over self-disclosure. Weet je, dus wat kun je eerder tegen elkaar zeggen? Wat kun je niet tegen elkaar zeggen? Over wat voor onderwerpen wil je het hebben? Over wat voor onderwerpen wil je het niet hebben? Een beetje denk aan, goh schat, ben je iets dikker geworden of zo. Nou, dat is dus over het algemeen niet handig om te zeggen. Weet ik uit ervaring. Dat is zo'n openness versus protection of privacy. En ook tegenovergesteld. Weet je, soms ben je met iemand aan het praten en dan heeft die andere duidelijk geen zin in om het ergens te over hebben. Of je wil het over een bepaald onderwerp niet hebben. Dus dat is ook een tegenstelling. Dus dat is de tweede. De derde brede tegenstelling in relaties is novelty versus predictability. Of die heet ook uncertainty versus certainty. En dat is een brede tegenstelling die je eigenlijk altijd in relaties ervaart. Dat je aan de ene kant wil je spontaan dingen doen, wil je nieuwe ervaringen. Maar aan de andere kant wil je ook heel graag dat de relatie predictable is. Dus dat je redelijk zeker bent over hoe een relatie zit en waar een relatie heen gaat. En dat is dus ook een tegenstelling die nooit op te lossen is. Dus je moet daar op een bepaalde manier mee omgaan. Want je wil altijd zowel novelty als predictability in een relatie hebben. Dus dat zijn eigenlijk dus die drie. Dat zijn eigenlijk de drie grote tegenstellingen die je in elke relatie ziet. En waarmee je moet, en waarover je moet communiceren om daarmee om te gaan. Het leuke is dat dit heeft ook heel veel aanleiding gegeven, deze theorie en deze drie basis tegenstellingen, tot verder onderzoek over andere tegenstellingen die je ziet in andere soorten gemeenschappen. Dus niet in een relatie, maar bijvoorbeeld in grotere groepen. Of bijvoorbeeld op de werkvloer. Dus één aan, ik weet niet of ik ze echt allemaal moet behandelen, maar die insluiting, uitsluiting en conformeren, afzetten, dat is wel een interessante tegenstelling. En die zie je heel erg in bepaalde subgroepen. Dus als je kijkt naar mensen die bijvoorbeeld transgender zijn, en of mensen die homoseksueel zijn, wat dat iets minder is. Dan zie je dat daar een soort van tegenstelling is tussen conformeren en afzetten en insluiting en uitsluiting. Weet je, dus
Je wil aan de ene kant, bijvoorbeeld als we de transgender community nemen. Weet je, aan de ene kant willen die heel erg graag aansluiting vinden en behandeld worden zoals iedereen. Maar aan de andere kant is het ook heel erg fijn dat je je eigen groep bent. Dat je je eigen identiteit hebt. Want dat, ja, dat is nou eenmaal zo. En dat is gewoon fijn als je ergens bij kan horen. Dus ook binnen zo'n subcultuur of binnen zo'n specifieke groep zie je dus zo'n soort van dialectiek. Dus aan de ene kant willen we aansluiting en aan de andere kant willen we onze eigen groep zijn. Aan de ene kant willen we ons nog meer conformeren, aan de andere kant willen we ons een beetje afzetten. Dus je ziet dat je die dialectiek, dus die theorie, eigenlijk ook kunt gebruiken, niet alleen voor romantische relaties, maar ook voor grotere groepen. Dan de vraag hier, gaat RDT specifiek over romantisch of over elke soort relatie? Nee, die gaat over elke soort relatie. Nou, ik gaf net al een voorbeeld van dat je ook naar je relatie die je tussen jou en je ouders kunt kijken in termen van autonomy versus connection. Dus dat is al een voorbeeld van een ander type dan romantische relaties. Maar ook bijvoorbeeld met je vrienden. Nou, dat speelt ook een soort van novelty versus prediction en autonomy versus connection. Ook een rol in. Minder, maar nog steeds wel. Dus RDT gaat eigenlijk net zoals de hele tijd in alle colleges, als ik het over relaties heb, dan is het makkelijk om te praten over romantische relaties en ook leuk om voorbeelden over te geven. Maar het geldt eigenlijk voor alle soorten relaties. Dus bijvoorbeeld die real versus ideal life is een soort van dialectiek die je hebt in jezelf, weet je, tussen wie je echt wil zijn. Of tussen wie je echt bent en wie je graag zou willen zijn. Waar ook nooit een oplossing voor komt. En wat ik dan ook vanuit mijn onderzoek wel interessant vind, is dat je dat ook eigenlijk ziet op de werkvloer. Dus dat je eigenlijk ook, als je kijkt naar hoe wij in Nederland tegen onze managers aankijken, dat wij aan de ene kant onze leidinggevende in onze cultuur heel erg zien als mensen die gelijk zijn, als onze equal. Maar aan de andere kant is er ook een bepaalde hiërarchische relatie tussen leidinggevende en werknemers. En vooral als je leidinggevende bent in een organisatie in Nederland, of in een cultuur waar er niet heel veel machtsafstand is, dan is dat ook eigenlijk een soort van continue onderhandeling. Want je wilt one of the guys slash girls zijn, maar je wil ook leidinggevende zijn. Dus die dialectiek speelt daar dus ook een, of een supported versus equal speelt dus ook een rol op de werkvloer. Dus kortom, deze theorie vind ik in ieder geval, en niet alleen ik, maar deze theorie is ook vrij goed toe te passen op andere situaties dan alleen maar romantische en specifieke romantische relaties. Oké, hoe los je dat dan op? En dan even een voorbeeld van een concrete studie die ik heb onderzocht. Hoe los je dat op? Nou, niet. Dus de basiskern van die theorie is dat er dus geen oplossing mogelijk is. Dus elke keer dat je probeert een bepaalde tegenstelling op te lossen, komt er wel eens wat nieuws. Of dan kabbelt het een beetje voort, maar dan kan het altijd leiden tot een nieuwe tegenstelling. Dus oplossen kan niet. Daarom staat er ook, hoe ga je om met die tegenstellingen? En er zijn eigenlijk vier strategieën voor. De eerste is verschillende tijden. Dat je bepaalde tijden, dat je relatie met je ouders meer, meer connected is. En bepaalde anderen dat je meer autonoom bent. Dus dat je op verschillende tijden verschillende soorten tegenstelling ervaart. Of verschillende maten van de tegenstelling ervaart. Nou, verschillende contexten. Als je met je vriendin of vriend in situatie A bent, dan gedraag je je zo. Als je in situatie B bent, gedraag je je zo. Dus dat is segmentatie. Je kan ook kiezen. Je kan denken van, nou, weet je, ervaren die tegenstelling tussen close versus, of laten we zeggen, versus openness versus protection of privacy. Dus wat doen we? We zeggen tegen elkaar dat we altijd open tegen elkaar zijn. Dus we proberen te kiezen voor een bepaalde pol en die andere te negeren. En dat kan heel lang goed gaan, maar nooit dus altijd. Dus het leidt altijd tot spanning op een gegeven moment. Maar het is een strategie om er dus tijdelijk mee om te gaan. Nou, tot slot, dus die eerste drie, dat zijn manieren waarop je die tegenstellingen niet probeert op te lossen, maar waarin je zegt van, nou weet je, nu we negeren die tegenstelling, of we doen die tegenstelling in verschillende contexten. Dat zijn de eerste drie.
En de vierde manier is dus echt dat je probeert zo'n tegenstelling op te lossen. Dat je probeert te komen tot een synthese, zoals dat heet. Nou, dat kun je dus doen door... Nou, die drie strategieën zijn niet zo heel belangrijk om te onthouden. Maar je kunt het doen door te proberen een compromis te sluiten. Dus hier zijn we open over, hier zijn we gesloten over. Door het negeren van sommige tegenstellingen of sommige componenten van tegenstellingen. Maar dan wel in communicatie. Van oké, hier praten we niet meer over, hier praten we wel over. Of tegenstellingen herformuleren. Bijvoorbeeld zeggen van oké, nou autonomie, wat is autonomie nou eigenlijk? Is autonomie niet echt hetzelfde als toch bij elkaar zijn? Dus die drie dingen, neutralize, disqualifying en reframing, zijn eigenlijk niet zo belangrijk. Het gaat echt meer om dat een andere strategie is, dat je echt door middel van communicatie probeert tot een oplossing van die tegenstellingen te komen. Dus integratie of synthese. En dat zijn dus manieren waarop je met die tegenstelling kunt omgaan. Maar nogmaals, elke keer dat je zoiets probeert, geeft het ook weer aanleiding tot nieuwe tegenstellingen. Oké, voorbeeld. Een Pool, dat is niet iemand uit Oost-Europa. Maar een pool is zoals een magneet. Weet je, een magneet heeft een noord- en een zuidpool. Dus zeg maar de twee kanten van de tegenstelling. Dus bij deze, bij de bovenste, is de autonomie is de ene pool, de ene kant. En connection is de andere kant van de tegenstelling. Dus dat is pool. Oké, voorbeeldje. Want nogmaals, wat ik zei, deze theorie is intuïtief heel logisch. En ook ja, voelt waar aan. Maar kan lastig te onderzoeken zijn. Want, hoe onderzoek je zo'n tegenstelling? En als je dat nooit op kan lossen, hoe weet je dan waar mensen zitten? Hoe kan je dat nou concreet onderzoeken? Nou, kan dus wel. Het is al een ietsje ouder onderzoek naar mobiel telefoongebruik. En die Hall en Bain die hebben dus deze theorie gebruikt om een verschillend effect, een differential effect, van... ja, we hebben zo een pauze, Jan. Echt blij dat ze zo enthousiast geregen hebben op mijn college. Nee, we hebben zo even... Dit is de ene laatste slide over deze theorie en dan doen we dan even pauze voordat we bij de laatste theorie gaan. Maar dan hebben we natuurlijk een geheel. Wat ik nou zeggen? Deze auteurs gebruiken de Relational Dialectics Theory om een tegengesteld effect, in het Engels een differential effect, van mobiele telefoongebruik op friendship satisfaction te verklaren. Tegengesteld differential effect betekent dat het effect zowel positief als negatief kan zijn. En zij hebben dus gekeken, hoe vaak gebruiken mensen een mobiele telefoon om te communiceren met hun vrienden, met WhatsAppen, of in die tijd was het nog textmessaging, of echt te bellen. En heeft dat effect op friendship satisfaction, en wat is dan het onderliggende proces daarvan? Nou, zij zeiden, dat is niet zo heel erg van belang, maar telefoongebruik met je vrienden lijkt op bepaalde verwachtingen over mobiel telefoongebruik met je vrienden. Dat zijn die mobile maintenance expectations. Niet zo heel belangrijk. Maar het belangrijkste was dat ze zeiden van ja, dat kan dus twee effecten hebben op friendship satisfaction. Dus die expectations kunnen leiden tot een bepaald soort dependence op je telefoon. Voor wat je wel, dependence of communicatie met je vrienden. En dat leidt tot friendship satisfaction. Nou, dat is ook logisch, hè? Want je belt met je vrienden. Dat leidt tot een bepaalde verwachting over dat mobiele telefoongebruik. Als daaraan voldaan wordt, dan ben je tevreden met je vrienden. Dus dan, kortom, dan is het mobiele telefoon gewoon een
een van de manieren waarop je contact onderhoudt met je vrienden. En dat leidt tot tevredenheid met je vrienden. Dat is die dependence richting, die onderste. Wij hebben een scherm aan, natuurlijk geen het. Die onderste twee pijlen die je ziet. Maar ze zeiden ook van ja, wat er ook kan gebeuren, is dat het leidt tot een bepaalde overdependence. Dus dat mensen te veel afhankelijk zijn van die mobiele telefoon. Met als gevolg dat ze denken van ja, ik zit gevangen in die relatie. Weet je, ik moet reageren als die ander een WhatsApp bericht stuurt. Ik moet opnemen als die persoon belt. En dat leidt weer tot minder friendship satisfaction. Dus aan de ene kant zie je een positief effect, doordat mensen een soort van positieve attitude krijgen. Oh, nou, wat fijn, ik kan mijn telefoon gebruiken om contact te onderhouden met mijn vrienden. Maar het kan ook doorslaan, of ook eigenlijk tegelijkertijd, kan dat zorgen voor een bepaalde entrapment. Van ja, ik moet reageren. En dat heeft dus weer een negatief effect op friendship satisfaction. Dus je zag in dit, het staat hier nog wat duidelijker opgeschreven. Dus mensen, als je gebruik in goede vriendschappen, heb je hogere verwachtingen van verbondenheid en beschikbaarheid. Het ene onderste punt. Maar het kan ook de kans vergroten dat je verplicht voelt om op te nemen. En dat is dus eigenlijk een soort van steun voor relational dialectics. Omdat je, ten eerste gaat het over de consequenties van communicatietechnologie. Maar het leidt zowel tot een bepaald gevoel van solidariteit, van verbondenheid met je vrienden, doordat je dicht bij elkaar voelt door middel van die telefoon. Maar aan de andere kant kan het ook leiden tot een soort van gevangenschap, omdat je het gevoel hebt dat je moet reageren. En dat is een tegenstelling die je dus op moet lossen, of waar je moet proberen om te gaan in communicatie met je vrienden. Dus wat je bijvoorbeeld ook ziet in WhatsApp-groepen, of in WhatsApp, gesprekken met je vrienden, dat je ook een beetje moet onderhandelen over wanneer je wel kan reageren, dat je soms moet uitleggen van nou, ik heb nu even geen zin om te reageren. Dat de ander dan weer vraagt van waarom reageer je niet. Dus dat is eigenlijk ook een soort van tegenstelling waar je continu mee om moet gaan. Dus mobiel telefoongebruik kan zowel leiden tot betere vriendschappen als problemen met vrienden, omdat je te veel afhankelijk wordt van mobiele telefoon. Dus dat is een duidelijk voorbeeld, vond ik in ieder geval, van zo'n tegenstelling in interpersoonlijke communicatie door mobiele telefoon gebruiken. Oké, kortom, en dan gaan we even pauze hebben. Sorry Jan. Dus relatie in een continu staat van verandering. En we hebben bepaalde tegenstellingen die we altijd hebben en ervaren in relaties, maar soms in mindere mate. En die kunnen we dus niet oplossen, maar we moeten communiceren door ermee om te leren gaan. En deze theorie vind ik dus een welkome verademing op die meer rationele theorieën die we gehad hebben. Maar het is dus wel, het kan dus wel, zoals we net hebben gezien, maar het is moeilijk, vrij moeilijk om hele concrete voorspellingen te doen op basis van deze theorie, omdat die toch een beetje interpretatief is. Dus de aanpak is vaak kwalitatief. En het is echt zo'n transactionele benadering van communicatie. Weet je, dat je echt de communicatie niet goed los van elkaar kunt zien. Oké, dat was het. Dan gaan we nu even pauze houden. Dan gaan we even 5 minuten pauze of zo. En dan gaan we om 5 over, 6, 7 over. Gaan we weer verder. En dan doen we communication privacy management. Dus tot zo.
Oké. Zo. Zo, laten we verder gaan met de laatste theorie. Communication Privacy Management. Deze theorie is wel even wat anders dan Relational Dialectics van net. Het gaat over hoe wij in relaties, en nogmaals, dit gaat dus echt over bredere relaties dan alleen liefdesrelaties, hoe wij omgaan met informatie van anderen. En wanneer we informatie delen en wanneer we de informatie niet delen. Dus deze theorie beschrijft de relatie tussen disclosure en privacy. En het is een soort van dialectische benadering van social penetration theory. Dus het komt erop neer dat het niet alleen... dat we een relatie niet alleen bekijken in termen van oké, wat zeggen we tegen elkaar? En hoe zorgt dat ervoor dat een relatie zich ontwikkelt? Maar ook dat wat je tegen elkaar zegt, ook een soort van... dat het ook altijd afhankelijk is van wat de ander zegt. Dat het afhankelijk is van of je iets wil zeggen en wat de situatie wel of niet zegt. En dat we dus continu moeten afwegen wat we vertellen, wat voor risico dat heeft en wat we dus nog niet tegen elkaar vertellen. Dus een kortom dialectische benadering van social penetration theory. Dus die verklaart wanneer we iets aan anderen vertellen en wanneer niet. En dat het een continue afweging is wat we wel en niet aan elkaar willen vertellen. En dus niet alleen in het begin van relaties. Wij dus dat je, als je elkaar net leert kennen, ga je niet iets over je diepste geheimen vertellen. Maar ook later in relaties. Dat je niet, is er ook informatie die je liever niet deelt. Of op dat moment even niet deelt. En het kan dus fijn zijn om bepaalde dingen te delen. Omdat het voldoening geeft. Omdat het laat zien dat je anderen vertrouwt. Maar... onthullen van privé informatie heeft dus ook bepaalde risico's. Weet je, als ik tegen een collega vertel wat ik van mijn werk vind of wat ik van een andere collega vind, dan heeft dat het risico dat hij dat weer doorgaat vertellen. Dus het is fijn om dat te vertellen, maar het heeft het risico dat het ook tegen mij gebruikt kan worden. Dus die theorie die probeert het proces uit te leggen dat we mensen gebruiken voor het managen van de balans tussen geheimhouding en privé informatie. Dus hoe gaan wij om met informatie die van ons is? Hoe gaan we om met informatie die van anderen is? En hoe onderhandelen we, als het ware, over wat je wel en niet mag delen? Leuk is dat deze theorie al vrij oud is. Ik ben vergeten hoe oud precies. Maar misschien wel jaren 70, 80 of zo. En dat hij eigenlijk net als een service deduction theory... ook een tijd lang een beetje in obscuriteit leefde. En dat je ziet dat hij nu... echt weer vaak gebruikt wordt om online self-disclosure en een online zelfonthulling te verklaren. Omdat natuurlijk, als je kijkt naar... laat ik eens anders beginnen. Omdat deze theorie wordt dus gebruikt om... online self-disclosure en ook problemen met online self-disclosure te verklaren. Omdat het een goede manier is om te bestuderen wanneer mensen besluiten wel en iets niet te delen. Bijvoorbeeld denk aan Snapchat versus Instagram. Je hebt bepaalde ideeën waarom je Snapchat gebruikt en bepaalde ideeën waarom je Instagram gebruikt. Dus je deelt iets via Snapchat omdat het waarschijnlijk iets meer... intiem is, omdat je niet wil dat het buiten een bepaalde groep komt. Je deelt iets op Instagram, omdat je dat juist wilt delen met een wat bredere groep. Dus of al je volgers, of misschien wel iedereen als je Instagram openstaat. Als je online communiceert, dan maak je eigenlijk altijd een afweging met wie je het wilt delen. En als je offline communiceert, dan is dat meestal... makkelijker of meer impliciet. Weet je, je bent al met z'n tweeën of in een klein groepje vrienden en dan deel je iets. Maar online moet je veel meer keuzes van tevoren maken. Van oké, deel ik het via Snapchat of via een ander kanaal? Als ik het via Snapchat deel, kies ik dan een groep vrienden uit of zet ik dat gewoon erin zodat iedereen het 24 uur kan zien? Als ik iets via Instagram deel, doe ik het dan in mijn storyline of echt in mijn Instagram feed? Deel ik het dan via Facebook en hoe doe ik dat dan?
Dus kortom, je moet steeds rekening houden met het potentiële publiek en met het type informatie en zo een keuze maken wanneer je iets deelt en via welk kanaal je iets deelt. En daar kun je heel goed Communication Privacy Management Theory voor gebruiken. Oké, dus waar gaat die theorie vanuit? Nou, die theorie heeft 5 kernprincipes. En die kernprincipes tezamen verklaren de hele, of leggen de hele theorie uit. Het eerste kernprincipe is dat heeft betrekking op private information ownership. Dus en dat is dat mensen informatie bezitten die zij belangrijk vinden voor zichzelf. En dat zij, bovendien is dat informatie waarvan zij vinden dat zij het auteursrecht hebben op die informatie, zelfs als je die informatie deelt. Dus als ik iets over mezelf vertel, bijvoorbeeld, weet je, ik vertel iets redelijk intiems over mezelf, en dat is dat ik bijvoorbeeld twijfel of ik wel een goede docent ben. Dan is dat informatie die wezenlijk van belang is voor mij. Maar ik vind zelfs dat als ik dit nu deel, dus ik zeg tegen jullie, nou, ik weet niet zeker of ik een goede docent ben, want ik heb niet zoveel zelfvertrouwen, dan heb ik dat nu met jullie gedeeld. Maar dan vind ik nog steeds dat ik mag bepalen waar die informatie terecht komt. Dus ik heb nu met jullie, dat met jullie gedeeld, maar het is nog steeds mijn informatie. Ik ben de auteur van deze informatie. Belangrijk is ook dat dit heet private information. En dat heet ook in termen van communication privacy management theory, heet dit soort dingen ook private disclosures. En het verschil met self-disclosure, dat een self-disclosure gaat over jezelf. Dus ik zeg, ik weet niet of ik een goede docent ben, is dat self-disclosure. Maar disclosure hier is breder. Weet je, het kan ook gaan over iemand anders. Weet je, als ik bijvoorbeeld zeg, nou, ik denk niet dat die en die een goede docent is, dan is dat geen self-disclosure. Althans, als ik zeg, die en die is geen goede docent, dan is dat geen self-disclosure, maar het is wel private disclosure. Het is informatie die ik deel. Dus private disclosure is breder, het kan ook over iemand anders gaan. Of kunnen gewoon neutrale informatie-eenheden zijn. Goed, dus dat is private information ownership. Dus ik bezit informatie die ik belangrijk vind. Ik vind dat zelfs als ik die informatie deel, dat ik het auteurschap heb over de informatie die ik deel. Dat is het eerste kernprincipe. Tweede is private information control. En dat is dat ik dus, de informatie van wie ik die bezit, dat ik bepaal met wie en of ik die informatie deel. En ik heb daarvoor bepaalde boundaries. En ik heb bepaalde regels. Dus ik heb voor mezelf bepaal ik. Voor mezelf bepaal ik waar die scheidslijn ligt. Dus ik bepaal zelf met wie ik die informatie deel en of ik die deel. En dat is dus precies wat ik net zei: van besluit, deel ik iets via Snapchat of Instagram Stories? Of deel ik iets via Instagram? Zet ik iets helemaal open? Dat zijn dus die boundaries. En ik bepaal dus, als ik informatie heb, wil ik zelf bepalen waar die scheidslijn is tussen publiek en privé. Dus wie weet het, wie mag het niet weten. Dus dat is private information control. En dat zijn die private boundaries die daarin zitten. En belangrijk te realiseren is, dat komt zo nog terug, dat die boundaries die zijn nog meer of mindere mate poreus. Nee, dus dat betekent dat het niet gegarandeerd is dat die informatie daar blijft. Nee, dus stel, ik heb, ik neem het voorbeeld maar weer, dat ik onzeker ben over mezelf. Dat deel ik met een vriend van mij. Dan is dat die boundary. Dan verwacht ik dat die vriend dat niet doorvertelt. Maar die vriend kan dat natuurlijk wel doorvertellen. Dus die grens is niet helemaal gesloten. Wordt zo nog iets concreter. Dus dat is 2. Het derde is dat je... Gaat self-disclosure echt alleen over dingen die over jezelf gaan? Of valt jouw mening ook onder self-disclosure omdat het jouw mening is? Je hebt daar goed opgelet. Omdat je... Ik twijfelde over mezelf toen ik zei van ik vind die en die... geen goede docent.
toen dacht ik inderdaad bij mezelf van ja, is dat nou eigenlijk self-disclosure of is dat geen self-disclosure? En ik denk dat de scheidslijn niet zo heel hard te maken is. Dus als ik zeg van ik vind die persoon geen goede docent, dan is dat ook self-disclosure. Dan is dat jouw mening, dan is dat jouw attitude over iets anders. Dus dat is in de strikte zin van het woord, is dat ook self-disclosure. Maar het is niet echt disclosure van je intieme zelf. Het is meer disclosure van een bepaalde attitude die je hebt. Dus kortom, ja, het is wel self-disclosure, maar nee, het is niet super intieme self-disclosure. Private disclosure is dus gewoon alles wat je vertelt. Als ik zeg, het is lekker weer vandaag, is dat ook een private disclosure. Of als ik zeg, van, nou, heb je dat gezien van die buurvrouw daar, die is vreemd geweest, dan is dat ook een private disclosure. Dan is het geen self-disclosure. Dus een private disclosure is informatie die ik bezit. Dus als ik weet dat de buurvrouw is vreemd geweest, dan is dat informatie die ik heb. En ik kan dus bepalen of ik die deel of niet. Dus dat is een private disclosure. Dus een private disclosure is dus breder dan self-disclosure. Dus private disclosure is zowel self-disclosure als niet self-disclosure. Dus als je dat ziet dan zo'n Venn diagram, dan zit self-disclosure echt in private disclosure. Private disclosure is breder. Maar over het auteurschap, over die informatie, hebben mensen toch vrij weinig te zeggen, omdat anderen die informatie kunnen delen zonder dat ze dat doorhebben. Ja, inderdaad. Ja. Dus dat is punt 4 en 5 van de theorie. Dus daar kom ik zo nog even op terug, Noor. Een klein momentje. Oké, private information ownership. Ik heb bepaalde informatie die voor mij van belang is. Of in ieder geval die ik belangrijk vind. Ik heb de auteurschap, dus ik vind dat ik zelf mag bepalen met wie ik die deel. Punt 1. Punt 2. Ik mag zelf bepalen met wie ik die informatie deel. Punt 3. Ik heb bepaalde regels over welke informatie ik kan delen met wie en wanneer. Dus je ontwikkelt regels in je hoofd van wanneer het wel en niet oké is om iets te delen. En wanneer het wel en niet verstandig is om iets te delen. En dat doe je op basis van, dit is niet alles hoor wat hier staat. Maar op basis van heel veel verschillende soorten regels en categorieën regels. Die eigenlijk uiteenvallen in twee belangrijke soorten regels. Dus aan de ene kant heb je je core criteria. Dat zijn regels op basis van je cultuur, of je man of vrouw bent, of niet zo heel veel uitmaakt, van hoe je ten opzichte van privacy staat. Eigenlijk alles wat op voorhand je regels bepaalt. Dus je hebt die... Dus bijvoorbeeld wat jij hebt meegekregen vanuit je gezin, wanneer het wel en niet oké is om te roddelen. Dus dat zijn die core criteria. De catalyst criteria zijn eigenlijk de regels op het moment die bepalen of je iets deelt of niet. Dus dat is op basis van de context, van de motivatie die je op een bepaald moment hebt, van een kosten-baten-analyse, van het vertrouwen in de persoon. Dus eigenlijk is dat episode gebonden. Dus je bepaalt op basis van de interactie die je op dat moment hebt, of je iets deelt of niet. Weet je, dus bijvoorbeeld als je met je vrienden in de kroeg en je hebt een bepaald verhaal te vertellen, omdat je gehoord hebt dat een gezamenlijke vriend van jullie, laten we dat bijvoorbeeld van dat hij vreemd is geweest. Je hebt dat gehoord en je zit met een clubje vrienden in de kroeg. Dan kan het op een bepaalde manier zijn een goed idee lijken om dat te delen. Dus dat je tegen je andere vrienden zegt, nou, ik heb gehoord dat hij vreemd is geweest. Omdat je te veel gedronken hebt. Omdat je een leuk verhaal wil vertellen. Of wat dan ook.
Weet je, dus dan besluit je op dat moment die informatie te delen. En dat zijn die catalyst criteria, dus afhankelijk van het moment zelf. En die core criteria zijn echt meer je normen en waarden die je hebt meegekregen over wanneer je iets deelt en niet. Dus kortom, je hebt een hele hoop regels die situatieafhankelijk zijn en meer kernwaarden zijn die bepalen wanneer je welke informatie deelt. Hadden we nog een vraag en volgens mij meteen een antwoord. Oh ja, verschilt. Private is eigenlijk alles wat je zegt. Bijvoorbeeld, het is mooi weer, de buurvrouw stinkt. Self-disclosure is echt intieme informatie over jezelf. Bijvoorbeeld, ik ben onzeker. Het kan ook je mening zijn, ik vind dat de buurvrouw stinkt, maar het is geen intieme informatie over jezelf. Dus dit is ook private disclosure. Ja, klopt. Dus private disclosure is alles wat je zegt. Dat kan ook over anderen zijn. Self-disclosure is informatie over jezelf. Als je zegt, ik stink, is dat self-disclosure. Als je zegt, de buurvrouw stinkt, is dat gewoon private disclosure. Maar, als je zegt, ik stink, is dat ook private disclosure. Dus, nu ga ik het tekenen ook. Sorry, ja. Cirkel. Nog een cirkel. Kleinere cirkel. Dit is self-disclosure. En dit zijn dan... Was het natuurlijk niet in. Dus op zo'n manier. Dus alle self-disclosures zijn ook private self-disclosures, maar niet alle private disclosures zijn ook private disclosures, maar niet alle private disclosures zijn self-disclosures. Ik hoop dat dat iets duidelijker maakt. Misschien laat ik dit er gewoon wel in staan. Dat was regel was nummer 3. Nummer 4 is dus, dan gaan we het hebben over, nou, tot nu toe hebben we het alleen maar gehad over, ik heb informatie, ik besluit wanneer ik die deel, ik heb regels over wanneer ik die informatie deel. Echt interessant wordt het pas als je na gaat denken over dat je informatie met iemand deelt. Ja, top Bob, dankjewel. Dus als je die informatie met iemand deelt, dan moeten die regels opnieuw onderhandeld worden. Dus, als die informatie alleen van jezelf is, is het een personal boundary. Als je die informatie deelt, dan wordt het een collective boundary. En dan moet je dus gaan onderhandelen, impliciet of expliciet, over wat nu? Dus wie weet het? Dat is boundary linkage. Boundary ownership is wie bepaalt de regels over wie die informatie nu mag delen. En boundary permeability is... Hoe strikt of poreus zijn die regels? Mag die informatie, zijn de grenzen? Mag die informatie gedeeld worden of niet? Dus als je informatie met iemand deelt, dan eigenlijk moet je altijd niet alleen die informatie delen, maar ook de regels delen die aan die informatie hangen. Dus je moet eigenlijk er altijd bij zeggen van, dit mag je doorvertellen, dit mag je niet doorvertellen, of dit mag je alleen aan deze mensen doorvertellen. Of onder deze voorwaarden doorvertellen. Het probleem ontstaat doordat eigenlijk wij altijd aannemen dat als wij informatie delen, dat de ander wel begrijpt of die informatie, wat de regels zijn die bij die informatie horen, wanneer je dat wel en niet mag delen. En vaak is het ook wel duidelijk, weet je, als je iemand iets in vertrouwen vertelt, dan weet die ander ook wel dat hij dat niet door mag vertellen. Dus dan is die boundary linkers, ik ben onzeker over mezelf, vertel ik tegen een goede vriend van mij, die weet dan, ik weet dat nu, niemand anders weet het. Alex is nog steeds eigenaar, dus hij heeft impliciet gezegd, hij heeft tegen mij gezegd dat ik de enige ben die dat weet. Esmee, je staat toch aan?
Maakt niet uit, maar ik hoorde gezucht. Dus als ik dat tegen vriend vertelde, ik zeg, je bent de enige die dat weet, dan weet hij ook waarschijnlijk van oké, nou, dat mag ik dus niet doorvertellen. Dus Alex bepaalt de regels. En hoe strikt of poreus zijn de grenzen? Ik mag dat dus niet doorvertellen. Poreus betekent dat die grenzen, ja, dat je er eigenlijk doorheen kan. Dus dat die informatie weg kan lekken, dus weer gedeeld kan worden. Dus als ik iets met een groep vrienden deel, dan kan het zijn dat een van die groep vrienden denkt, nou weet je, dan mag ik het dan best wel tegen die andere persoon vertellen, die er nu even een keertje niet bij was. En dan vertelt hij weer door aan iemand anders. Dus dan is die grens poreus, dan wordt die informatie lekt door. Weet je, als iets poreus is, bijvoorbeeld een poreuze pot of zo, dan, en je doet daar water in, dan lekt het water er langzaam doorheen. Dus dat is poreus. En zo kan het ook met informatie gaan. Ja, en dit kan dus leiden tot problemen. Want als je dus niet impliciet of expliciet duidelijk is wat die regels zijn voor grensbewaking, dus wat er gebeurt als je informatie met iemand anders deelt, dan kan dat leiden tot private information boundary turbulence, oftewel turbulentie. Dus wat gebeurt er als mensen fouten maken, dus de regels overtreden, omdat de regels onduidelijk zijn, of expres de regels overtreden? Dus wat gebeurt er dan met die informatie? Dan zijn die andere mensen dus ook betrokken bij die informatie, en dan moet je het eigenlijk ook met die mensen afstemmen. Of die informatie gaat een eigen leven leiden. Dus die turbulence, dat is de situatie die ontstaat als informatie gedeeld wordt buiten wat eigenlijk bedoeld is. Dus als er regels overtreden worden. En dat zie je dus heel erg vaak online, dat er heel veel turbulentie ontstaat, doordat je per ongeluk zelf iets deelt voor meer mensen dan je verwacht had. Doordat wat je bijvoorbeeld vroeger op Facebook had, en nog steeds wel een beetje, dat als jij iets op Facebook zet en je vrienden liken dat vrienden van je vrienden dat ook weer kunnen zien wat ze geliked hebben. Dat zorgt dus allemaal voor turbulentie. En die theorie dus wordt dus heel vaak gebruikt in als we bijvoorbeeld online communicatie en wat je stuurt naar vrienden via social media bestuderen. Bijvoorbeeld bij sexting. Dat je dus als je een sexting doet en je stuurt een foto van jezelf in een bepaalde compromitterende positie naar iemand anders toe, dan is dat wel duidelijk dat het alleen voor die ander bedoeld is. Maar die ander kan dan weer denken van, ah, it's cool, laat ik aan mijn vrienden zien. En dat leidt dan tot boundary turbulence. En dat is niet dat geval. Is dat is geen mistake, maar het is een intentional breach. Dat voorbeeld van Facebook is niet echt een mistake. Ja, misschien een mistake omdat het ingebakken zit in die software. Maar een mistake is echt als je iets per ongeluk deelt. Dus als je... Dat je bijvoorbeeld in een café zegt van, joh, heb je het ook gehoord van die en die? En die ander zegt nee. En dat je bij jezelf denkt, oh shit, dat had ik nooit moeten zeggen. Dat is natuurlijk een mistake. Maar ook als je bijvoorbeeld iets per ongeluk doorstuurt, wat je van iemand gehad hebt. Dus als je een WhatsApp bericht doorstuurt, of als je een WhatsApp bericht per ongeluk in de verkeerde groep zet. Dat soort dingen. Dat zijn allemaal breaches. Nou, intentional breaches. Nou ja, Lotte, stel jij mailt mij zo naar het college en je zegt van, ik vind het eigenlijk best wel moeilijk, kun je het nog een keertje uitleggen? Dan is het de bedoeling dat ik dat aan jou uitleg, maar niet noodzakelijk dat andere mensen ook weten dat je het allemaal niet begrijpt. Als ik dan in het college hierna zeg van, ja Lotte, snap jij het wel, want vorige keer snap je er geen rol van, dan is dat een intentional breach. Dan zeg ik expres tegen andere mensen... informatie die jij alleen voor mij bedoeld had. Okay. Dus misschien niet het allervriendelijkste voorbeeld, maar ik was niet zo bedoeld. Dus dat is duidelijk. Nou, dus kortom, ik vind het echt vooral heel interessant om deze theorie te bekijken in termen van, online communicatie. Omdat het eigenlijk echt een continue onderhandeling is. Omdat aan de ene kant is het onhandig, omdat we nu veel meer bezig moeten zijn met oké, wanneer delen we iets, wanneer is het verstandig en wanneer niet.
Maar aan de andere kant, dus hoe gek het ook klinkt, denken we nu wel veel meer na en zijn die regels misschien ook wat explicieter. Omdat we, weet je wat, heb ik al aan jullie gevraagd vorige keer? Weet ik niet zeker meer, maar dat je voor jezelf in ieder geval vrij duidelijk hebt van oké, nou als ik privé-informatie wil sturen, dan gebruik ik Snapchat of WhatsApp. Als iets meer publiek is, dan kan ik dat misschien wel op Instagram zetten. Dus dat die regels en die onderhandelingen door online communicatie soms ook een stuk explicieter zijn geworden van wanneer wel en wanneer iets niet kan. Maar aan de andere kant zijn de consequenties ook veel sterker. Omdat informatie die je nu deelt, kan echt rond blijven zingen en kan altijd blijven bestaan. Dus we moeten ook veel duidelijker zijn over de grenzen die we stellen. Dus kortom, dat zijn die vijf elementen van Communication Privacy Management Theory. Zij hebben controle over welke informatie we delen en welke niet. We moeten de grenzen bewaren. We bepalen zelf informatie. Wie wat mag weten. We creëren regels. En er is eigenlijk een continue spanning. Tussen het privé houden en ontwikkelen van informatie. Dus dat... Ja, nee, ik kan nog lang, maar ze lopen al uit. Dus daar hou ik het gewoon bij. Dus deze theorie is echt transactioneel. Het gaat over continue aftasten van wat is oké, wat is niet. Continue onderhandeling van wat je deelt, wat je niet deelt. Dus het is transactioneel en vrij interpretatief. Dus daar gaan we bij. Volgende week stappen we over naar iets heel anders. Volgende week gaan we het echt veel meer hebben over massacommunicatie en retoriek. En daar gaan we het al, in de retoriek gaan we het al hebben over reclame en reclamewerking, maar dan in termen van retorische theorieën. Het klinkt een beetje spannend, maar het is volgens mij een erg leuk college. Dus hartstikke bedankt voor nu en ik zie jullie dan, zie jullie via tekst volgende week. Dus super bedankt voor het college en bedankt voor je input en succes met de opdrachten. Tot volgende week.